Dit was nog maar de intro. We zijn weer lekker terug. Alleen. Weet je wat ik jammer vind? Ik kan niet echt serie games doen op mijn kanaal. Want jullie vinden het na 2 afleveringen al niet meer leuk. Ik vind het ook zo stom voor de mensen die het heel leuk vinden. Dat ik daarvoor moet stoppen. Dus ja, het kan zijn dat je het echt niet leuk vindt, de game. Kunnen we in ieder geval wel de 1500 likes hadden. Smash allemaal dat duimpje omhoog. Deel deze video met iedereen. Maar ja, in ieder geval. We gaan natuurlijk nu een schip regelen als het goed is. Wat gaan we nu doen? Die cycloop is teruggekeerd. Huh? Hey. Ik wil een boot. De premiejager. Nee, nee. Hoezo moet het zo beginnen? Klim, 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 klim. Klim, klim, klim. Gast, klim. Hij is me kwijt. Hij is me kwijt. Go, 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 go. Hoe ziet hij me? Ik hoef nog maar 1 level. Waarschijnlijk kan ik hem al aan. Alleen duurt het een beetje lang en het wordt wel een beetje moeilijk. Maar ja, voor de zekerheid. Finally. Let's ride. Let's ride. Let's ride, my friend. Yes. Maar dus, please geef deze serie een kans. Anders, als jullie niet willen dat dit doorgaat, ga ik gewoon zelf door. Gewoon off-cam. Nee, rot beest. Hoezo gaan we zo slow? Ja. Dude. Oké, misschien is het weer iets te hard. Maar we gaan dus nu een schip regelen. Oké, enemies. Enemies. Daar ben ik wel een fan van. Hier ben ik wel een fan van enemies. Ze zijn wel wat sterker. Maar dat betekent niet dat ze niet aangaan. Oh, poisonous darts. Wat erg. Als er een boom in de weg zit, is het wel erg. Zo, dodging your arrows. In your face. Oh, 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 oh. Hey, dodge. Dodge, dodge. Oh, arrows. Kijk uit. Wat moeilijk zeg. Bam. Ha, ik counter gewoon volledig je attack. Hey, arrows. Arrows zijn we geen fan van, hè? Dat weet je zelf ook wel. Arrows houden we niet van, hè? Oh, zag je die attack? Oh, oh, sorry. Mensen kunnen foutjes maken, hè? Kom dan, hè? Kom dan, hè? Mag gaan we een poging doen. Ho! Nog een poging. Kom dan. Nog een poging. Ho! Ho! Wat erg. Nou, nu mag ik wel even dood. Hey, ik kom eraan. No worries. Ik kom eraan, dude. Let's move. Dus gewoon eventjes. Gewoon even fun maken. Dit is voor mij de speeltuin. Easy now. Gaat het verder goed met je? Oké, ik laat je wel met rust als je dat leuk vindt. Oké, we zijn nu in de gevarenzone. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het is een baai. Zo, wee. Ik zie wel wat sexy schepen, hoor. Hier is de baai. We moeten voor de objective Cyclops gaan. Time to have a little chat. Oh, daar is de Cyclops. Oef. Nou, we hebben hier allemaal dingen buiten en zo. Het is super groot. We kunnen hier super veel ophalen. Maar ik ben hier gewoon voor de story mission. Hoe gaan we die doen? Moeten ze gewoon vermoorden? Ik neem aan van wel. Heb ik alle enemies gescand? Zo. Dus nu moeten we gewoon iedereen uitschakelen. En dat ging de vorige keer niet zo heel goed. This used to be a nice village. But now it's just a nest of anarchy and crime. Stealth! Nu komen we voor jou, my bud. Het is het beste als je stilstaat. Bij een doek staan. Denk je dat dat bij stopt? Nee, tuurlijk niet. Huh? Nee! The gods is my witness, I swear! Witch! What difference does it make? All of them, I swear, all of them! I have never heard so much fucking god talk from one man in all my days. Let him go. No one on this island is allowed to say that word! Did he say Cyclops? Did it hurt your feelings? I
don't like it when people call me that! I didn't. But you're so fat. I mean, big, strong. You really do only have one eye. Oh, this is oog. My eye. Give it to me. Give it to me, and I won't kill Marcos for having you steal it! Give it to me! You want it? Stop me in zijn kont. Go get it. Oh, wow, 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 wow. Daar zijn we geen fan van. Oh, oh. 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 Veel pijn en boogjes. Ik pak ze één voor één aan. Yes. Ho, die pijlenboog, meneer. Doe ik als eerst. Yes. Nee! Nee, die wil ik niet. Deze missie. Ik heb niet gekeken welk level dit was. Ik heb namelijk geen pijlen meer. Even kijken, waar kan ik pijlen vinden? Oh, dat is niet zo slim. Plunder. Laat hem vrij. Go, 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 go. Go, go, go. Chaos, chaos. Yo. Laat de mannen. Ik ga hier naar boven. Daar is die gozer. Waar kan ik pijlen vinden? We gaan wel deze missie. We gaan het zien. Hey, hopelijk lag het aan het level. Want anders zit ik daar gewoon forever vast. Waar is de objective? Dit is niet eens een objective. Ik hoor wel honden, though. Daar ben ik wel fan van. Hoezo kan ik niet iedereen scannen? Ik snap vrij weinig van dit spel. Oh. Hey, where are you? This way. Ja, dat wil ik toch ook. My thanks. I can't believe I let those malakes sneak up on me. Ithaca is a dangerous place to wander around on your own. You are wandering around on your own. You're right. I can't fight a camp of bandits by myself. Could you help me to get to Odysseus's palace? I can pay. I'll help you get to the palace. Well, I'm in luck. Okay. What do I call you? Alexios. I'm Odessa, named after the great Odysseus. We should head to the palace while we have the chance. Yeah. Niet met een rot wolf. Ik ga er volledig langs met mijn stinkhoofd. Kan je misschien even helpen en niet wegrennen? Nu roep je iedereen op. Ik weet niet hoe jij rent, maar ik zou rechtstreeks door de boot gaan.
This is it? It's just rubble. What were you expecting? I don't know. Something more grand. My parents named me Odessa. I'm Odysseus's namesake. I thought if I came here, I might understand him more. Well, do you? Not at all. Take me to my boat. I'll pay you there. Vertrouw niet zo. Ik heb me daar betaald. Maar ja. Oké, echt de raarste missie ooit. Je kon ook zelf teruglopen, dat weet je ook. Door haar heb ik geen tijd voor die boot. Ik wil die rotboot fixen. Ik heb geen zin in die... Je zat letterlijk vast achter een steen. Kom! Well, this is for you. Such a disappointment. Why is that place so important? Je moet me betalen als ik 2 meter met je meeloop. Odysseus lived there. Ruled there. He ended the Trojan War. Eluded Scylla and Charybdis. He had everything. Loyalty, love, fighting spirit. He had the attention of the gods too. That cost him a lot of trouble. And it made him a legend. If you keep trying, you'll get there. Giving up guarantees you never will. You're the first one to encourage me like that. Just know, it's your decision to make. Greatness is what I seek. It's what I've desired my entire life. I refuse to end up like everyone around me, content to go about their daily lives until they're forgotten in death. Odysseus didn't want to go to war. And once it was over, it took him 10 years to get home. He wasted years of his life, all because the gods interfered. Stay home. Spend time with your family. Live your own life. But who will remember my story then? Would you rather be remembered or happy? I'll have to give that some thought. Thank you. Yeah. Ik zie nu pas, je hebt nu je kleding aan in de cutscenes. Rip. Nu ben ik level 5, alsof ik er nu wel aan kan. Als ik er nu aankom, ben ik echt heel boos. Yes, we kunnen nu onze insane armor aan. Yo, Didi Dam, here I come. Level 6 boog. Nee, let's go. Pijlen. Je kan pijlen maken. Yo, zeg dat dan meteen. Ik wist niet eens dat je grondstof had. Yo, we have upgraded. Nu zijn we er sowieso klaar voor. Yo, zal ik eerst door die premiejager gaan? Dan zijn we er gewoon klaar mee. Dan gaat hij niet meedoen. Oké, ik ga hem gewoon opjagen. Hij is daar. Ja, maar hij is bij dat rotkamp. Yo, dude, here I come met mijn nieuwe wapen. I'm gonna wreck you. Oh, Talos, ik zie je bewegen. Sorry, je gaat best wel hard. Yo, dude, ik kom eraan. Vind je dat erg? Ik weet eigenlijk niet hoe ik hem ga approachen. Ik moet een beetje rondjes. Nou, we gaan het zien. Wat? Dat kan heel chill zijn. Even kijken waar die precies is. Hoezo is die daar? Hij is aan het rennen. Wat is er mis met jou? Ik ben eigenlijk best wel scared. Er komt niemand aan. Nope. Ha! Hoi! Hey, ik ben sterker geworden, weet je nog? In het vorige leven. Kijk, ik kan nu bij je komen. Oh, hoe kan jij ook bij mij komen? Wel even een beetje realistisch blijven. Oh, ik heb deze aanval. Verkeerde aanval. Hey, sorry, dude.
Oh, ik heb niet meer van die bars. Sorry, ik moet ook nog even wennen aan het tweede leven. Of 100ste leven bedoel ik. Zo, je bent eigenlijk heel makkelijk. Ik ben een beetje aan het kutten. Kijk, ik kan niet eens normaal aanvallen. Zo, zo. Ik doe even niet zo agressief. Oké, hoezo is het? Ligt dat... You should have turned down this bounty, Talos. Wow. Arena-uitnodiging. Trouwens, we hebben een vaardigheidspunt. Sparta-trap. Wat denk jij nou? Ik vergeet helemaal die, al die aanvallen die ik heb, joh. Zeg mijn armor. Yo, we hebben een arena-uitnodiging gekregen. Oké, dik. Dik. We hebben allemaal hele slechte gear gekregen van hem. Ik heb veel betere gear. Ja, maar de gast. Daar moet je level 25 voor zijn. Nu gaan we eventjes deze missie doen. Yo, nu passen we wel bij elkaar. Yeah! Hey, thanks paard voor het opvangen. Oké, echt best wel zielig. Ik ben half naakt. Snap ik niet. Doe je armor aan. Doe dan in ieder geval wel kleding aan. Oké, this is gonna be a long day. Gast. This used to be a nice village. Ja, ik ga gewoon iedereen sluimeren. Die hebben we ook. En dan ga ik die daar nog uit moorden. Nee. Oh, trouwens, ik wil niet naar de mission area. Got him! Ik wil hem gewoon aanvallen voordat hij iedereen hier naartoe roept. Ik heb de rotting. Dude, ik vond het klimmen hoe het eerst was zo verfijnd. I never thought I would get out of there. Thank you. Dude, waarom moest dat nou weer zo gaan? Vraagtekens boven zijn kop. En ik kan niet in één keer stealth killen, omdat ik heel slecht ben. Jawel. Dude, nee joh, net. Dude, jongen. Oké, deze. Yo, het gaat lekker. Die hebben we ook. Vergeet wel te plunderen de hele tijd. Maar ja, zo moet je het doen. Ja, en daar hebben we chesten, maar daar ben ik hier niet echt voor. Ik ben hier voor een schip, maar dat gaan we niet eens deze video redden. Ah, oh, ik ben in de mission area. Oh, the gods is my witness, I swear. Which one? Als ze allemaal terugkomen, dan ben ik echt boos. I won't even break a sweat. Stop running! Hey, lock on! Ah!
Yes, nu gaat het heel simpel. Got him? Dit lag echt aan het level. Oh. Dude, het gaat niet zo hard. Ik wil hem vermoorden. Kijk, dat is grappig. Yo. Waar moet je heen? Ik wil mijn schip. Gast, kunnen we ook gewoon normaal? Oh. Yo, waar gaan we heen? Heb je hier al gewoon een schip voor me klaarstaan? Yo, je weet ook gewoon dat we een mount kunnen pakken, hè? Hey, ik ga een mount pakken. Zo buk volledig tegen je aan. I can't thank you enough. After spending most of my life at sea, it would have been absolutely shameful to drown in a pot. Ah, where are my manners? I am Varnavas, captain of the Adrestia. Well, Varnavas, I'm pleased to meet you. I'm Alexios, Mistios by trade. Oh, but you're much more than that, I'm sure. What do you mean? When they forced my head underwater, I prayed to the gods. And when they pulled it out, there you were. All of Cephalonia heard your prayers. I just happened to be closest. And you just happen to fight like Achilles while Zeus's eagle flies around your head. So you have Tell me over your ship. Of course. Gods forbid I'd end up stuck in this place. Where is it now? Thanks to you, it's still in Sami Harbor, where I left it. Seeing as I saved your ship and your life, I'd say you owe me. Mind of a Mistios. You know who you remind me of? Me. A much younger me, of course, before I found my true purpose and lost my time. You're changing the subject. Ah, yes. My apologies. You're right. I owe you my life. What could humble Varnavas do for the mighty Alexios? I need the ship and the crew. Of course you do. So, yes. Yes. My ship, my crew, and my services are yours. You truly aren't from around here. Gods, no. And I thank them for that. Come now and see the Adrestia. Oh, yeah. I live for this shit. Let's go. Hey, waar ben je? Zo, mijn paard komt ook even gewoon uit het water. Ging even zwemmen. Had er wel even zin in. Nou, we gaan even lekker snel naar de haven. Want we anders kunnen we niet eens meer... Oh, yo. Hé, hey, laat hem, man. Mijn paard is Sennik. Hij staat er nog steeds. Het lag gewoon aan het level. Het lag gewoon heel erg aan het level. Ik had niet verwacht dat als je één level lager was, dat het echt impossible was. Zo, dat is een dikke fight. Yo, dude. Waar is mijn schip? Ik wil mijn schip. Wait. Oh, ik doe mijn helm af. Ik heb wel mijn pak. Wait for me, Alexios. I'm all packed and everything. You're coming, are you? If you're going, I'm going.
Phoebe, you're not old enough. I can't look after you all the time. I can look after myself. I don't need anyone to help me. Merk ik. Even if that was true, it's not your time. But there wouldn't be any trouble. Promise. Nee. Ik zou het if niet I can't come, then take Hara. Hara? My pet eagle. She's my friend. Mother gave her to me. But she'll be your friend now. And it'll be like I'm there with you. You know, to remind you of me. Thanks, Phoebe. But you have to promise we'll see each other again. It's up to the fates. Okay, do leave. But I'd like to. The fates know we're best friends, Alexios. They'll make sure we meet again. If you say so. I say so. Maar nu ben ik mijn schip. Leaving Kefalonia. Ga weg, ik wil mijn schip. Dear Marcos, tell me it isn't true. Well, you're here now, so it won't be true. Goodbye, Marcos. All these years as a dynamic duo, I'll never replace you. Well, I may need another assistant someday, but it won't be easy. Come now, give me a hug. Kan ik het kiezen? Partners shake hands. The true sign of a man in business. And what does the future hold for you? Wine, of course. Hij zei dat gewoon. Though you never know when the vines will wither. Leek ik alsof ik dikke ready for another adventure. Speaking of adventure, I have a task for you, dear Phoebe. An adventure? Yes! Already following in your footsteps, isn't she, my friend? Maar nu wil ik mijn schip, zeg ik al 3000 keer. Ready to set sail? Ja. Prepare to cast off. It's time to leave. Good. The tides wait for neither man nor woman. Time to go. Let's go. Ik wil mijn schip. Yo, dat schip is dik. So, what course do we set? Where in this big, beautiful world does the mighty Alexios want to go? Megaris. Megaris? But we'll be sailing into war. I got a contract for some general's head. Whose head? They call him the Wolf. The Wolf? Who wants Nikolaos of Sparta dead? Nikolaos of Sparta? The Oracle has spoken! Is dat Marcus? Prevent Sparta's fall! The child must fall first! You can't let this happen! Please, she'll do no harm. She'll help us. She will lead us! Silence! Huh? Dat is Alexios. Stop! You can't! Hoezo vindt hij dat niet zielig? No! Ben je Zeus is ook even aan de gang? Bitch. Dat ze moet hij dan zeggen. Zo'n karma is een bitch. Dan voel je een stuk beter. Gast, je hebt gewoon een mes. Nikolaos! Stop! Nikolaos! Hoezo stop? Look at me, Nikolaos! Don't! Don't listen!
Bamalulu. Your blood is tainted! Rid yourself of this poison! Father? En is Alexios ergens aangespoeld? Get me to en doe wat hij met Marcos. Now. Zo, de naam raak ik echt door de war. Of all the places under Ilios, why risk our necks to go there? The wolf of Sparta is my father. Dit was nog maar de intro. Ik wilde de serie maken. Nothing like a sea breeze. De vader. Does the deck always feel like it's moving? I've got the perfect opportunity for you to get. Hij had toch met zijn vader geoefend om te vechten. Well, when the Cyclops was giving me a drumming, his pirates took my cargo. I know their ship and I know where they're heading. What say we get it back? Sure. It'll be a good opportunity to see how your ship and crew perform. All right there. Let's get moving. Let's see how the sails are held up. Ik moet het hier afsluiten. Ik moet echt gaan. We hebben bemanning. En we moeten nu stoppen.